Dames en heren van de Historische Vereniging, ik heet u hartelijk welkom. We hadden u graag welkom geheten in de lezing die we gepland hadden voor u in Mimiek, het prachtige theater, filmtheater in Deventer, waar velen van u nog misschien niet geweest zijn. Maar helaas, door de corona-omstandigheden kunnen we daar nu nog niet terecht, maar dat zal vast in 2022 gebeuren. Niettemin hebben we gezocht naar een alternatief. En gelukkig was een van onze bestuursleden, René Berends, bereid om te vertellen over het Deventer leesplankje. Immers, het is allemaal gebeurd hier in Deventer en we mogen daar natuurlijk heel trots op zijn. We gaan heerlijk luisteren naar René Berends met het leesplankje en we eindigen met het verhaal dat hij ook heeft geschreven in het dialect en dat mag ik dan voorlezen. Kortom, ik hoop dat u een heerlijk uurtje zult beleven met deze lezing van uw historische vereniging. Henk, dankjewel voor je inleiding. Ik wil inderdaad graag iets over het leesplankje vertellen. U ziet hem hier, Aapnoot Mies. We kennen het allemaal, het is cultureel erfgoed van Nederland. Je kan in het VVV-winkeltje, in de winkels van alle musea in Nederland, bij Bussink zelfs in het koekhuisje kun je blikjes vinden met Ot en Sien. Iedereen kent het plaatje van het leesplankje. Het leuke is dat leesplankje van Aapnoot Mies een Deventer oorsprong heeft. Sterker, er is zelfs een tweede Deventer leesplankje. En dat is van zijn collega Kolenbrander in Deventer. En die twee mannen, Hogeveen, die Aapnoot Mies bedacht heeft, en Kolenbrander, die dit leesplankje gemaakt hebben, die hebben ook nog ruzie gehad. Dat waren collega's op dezelfde school. En over dat verhaal wil ik u wat van gaan vertellen. Mijn affiniteit voor het onderwerp heeft te maken met het feit dat ik heb gestudeerd in Nijmegen. Ik heb een onderzoek gedaan naar het leren lezen van kinderen. En ik ben me eigenlijk ook gaandeweg gaan verdiepen in taal- en leesonderwijs. Dat is mijn vak als docent Nederlands bij Saxion op de PABO. Maar mijn onderzoek heeft ook opgeleverd op de universiteit dat ik gevraagd ben om mee te schrijven aan een leesmethode bij een uitgeverij Malmberg in Den Bosch. Dus ik ben niet alleen maar historisch geïnteresseerd in het thema, ik heb er ook wel mee te maken gehad in mijn eigen werk. Ik heb materiaal ontwikkeld. En een van de dingen die daar het leukst waren, waren het schrijven van dit soort leesboekjes. Dit is het beroemde wereldliteratuur Rik Rik. Dat is een boekje dat ik geschreven heb met 6 woordjes en 4 letters. En het leuke is, dit kunnen kinderen al lezen als ze in de eerste week op een basisschool aan het werk zijn. Hoe leuk is om daar dan voor te schrijven. En het grappige is dat ik met 6 woordjes en met 4 letters ook nog een grapje heb kunnen bedenken. Dus dat is op zich heel erg leuk om daar aandacht voor te vragen. Dus u begrijpt dat ik heel erg geïnteresseerd ben in de geschiedenis van dat leesplankje, ook vanuit mijn werk als docent Nederlands. En van dat soort boekjes zijn er veel geschreven. Ik heb er 25 gemaakt en het is leuk om te zien hoe kinderen daar gaandeweg zich de vaardigheden van het lezen eigen maken. Maar het gaat niet over mijn leesmethode, het gaat over het Aapnoot Mies. En hier ziet u het overbekende plankje. Miljoenen mensen hebben daarmee leren lezen. En in de periode van 1910 tot ongeveer 1975. En het leuke is dat, wat ik al zei, iedereen heeft daar nog wel een of ander aandenken aan. Hetzij dat ze zelf hebben leren lezen met het Aapnoot Mies. Hetzij ze hebben, of sommige mensen hebben zelfs zo'n plankje nog wel ergens op zolder. Of in ieder geval is het heel erg bekend. Het leuke is dat de ideeën oorspronkelijk van Hogeveen zijn, maar eigenlijk is het vooral bekend geworden door de teksten van Scheepstra en Lichthart. Die zien we hier rechts en links zien we een afbeelding van Jetsus. En Jetsus is natuurlijk bij uitstek de man die die bekend geworden is door de tekeningen van Aapnoot Mies en de leesplankjes. Hij is echt, deze drie mannen zijn eigenlijk hebben aan de basis gestaan van het succes van het verhaal. Minder misschien dan Hogeveen zelf. Nou, we kennen allemaal ook nog wel het idee dat zo'n leesplankje ook een klassikale equivalent had.
het grote leesbord. En we zien hier zelfs dat bij het afscheid van meester Stuitjes in Deventer, van de Stuitjesschool is daar ooit naar vernoemd, dat we ook in Deventer dat leesplankje eigenlijk algemeen gebruikt werd om kinderen te leren lezen. We kennen misschien ook nog wel wat aan de methode gekoppeld is, deze prachtige vertelplaten. De beroemde vertelplaat met de aap in de dakgoot. Jetses heeft dat werkelijk fantastisch getekend. En we zien ook in deze plaat dat er twee versies van zijn. Links is de oude, rechts is een wat recentere plaat. Waar we in de verte zelfs een autobus zien rijden. De kleding van de kinderen zijn wat aangepast. Want links, dat was wel heel erg begin 20e eeuw, zou je kunnen zeggen. En wat ik ontdekt heb, dat is wel leuk, hè, je gaat op onderzoek uit, dat die leesplaat, die vertelplaat, opgenomen is, getekend is in Egmond aan de Hoef. En je ziet daar nog steeds dat weggetje weglopen en de dakgoot van de aap is ook nog zichtbaar. Heel erg bijzonder om dat in het straatbeeld van nu nog terug te vinden. Nou, Aap Noot Mies is natuurlijk het bekendste plankje, maar het zou niet Nederlands zijn als we niet ook een katholieke plaat gehad hebben. Gemaakt bij in Tilburg door Becker. En er is ook wel een Indisch plankje gemaakt, een Jiddisch plankje zelfs, een Zuid-Afrikaans plankje. Er zijn dus allerlei soorten plankjes gemaakt, maar het Aap Noot Mies is absoluut het bekendst. Het interessante is dat het plankje, het idee van het leesplankje niet uit de lucht is komen vallen. We zien in de didactiek, ik neem u nou even mee in zeg maar de ontwikkeling, de historie van de leesdidactiek, is er natuurlijk van alles te bedenken dat daaraan vooraf gegaan is. En het is niet helemaal nieuw bedacht, maar er zijn elementen die er al waren, zijn verzameld. We zien bijvoorbeeld het ABC-plankje, we zien de letterkast van Prinsen, waar leraren klassikaal voor de klas lieten zien dat je woorden kunt maken met losse lettertekens. En die prinsen hadden ook al legplankjes, die zien we in het midden staan, waar kinderen zelf met houtjes, waar de letters op stonden, woordjes konden maken. En interessant is ook Van Wulven, die links te zien is, die had oog voor de aanschouwelijkheid die nodig is. Want letters zijn abstract voor kinderen, woorden zijn vaak abstract, maar als je dat nog kan koppelen aan een afbeelding, dan is dat natuurlijk heel herkenbaar in de didactiek. Je zou je kunnen voorstellen dat elementen uit die moderne didactiek ook terug te vinden zijn in dat werken met dat leesplankje. En het allereerste is het natuurlijk dat we de letters niet alfabetisch benoemen, maar dat we ze met hun klank noemen. De klankmethode is essentieel in de didactiek. Neem bijvoorbeeld het woord zit. Als je tegen kinderen zegt, kijk, dit is de z, e, t, zit. Dat is veel makkelijker dan wanneer je zou zeggen z, i, t. Ja, er zijn kinderen die dan eerder aan een kopje thee denken dan aan het woordje zit. Nou, dat is een inzicht in de didactiek die bij het leesplankje absoluut terug te vinden is. Natuurlijk, ik had het al gezegd, klanken en letters zijn abstracte eenheden, dus het is heel belangrijk dat kinderen dat leren vanuit concrete woorden. Een woord betekent iets en dat kan je ook aanschouwelijk maken, dat kan je afbeelden. Dan krijg je die koppeling van dat abstracte letterteken, die abstracte klank, naar een plaatje. En die, daarin is Hogeveen eigenlijk de eerste die koppeling maakt voor kinderen. Dus die aanschouwelijkheid is belangrijk. En wat in de didactiek in het begin van de 20e eeuw ook heel erg belangrijk is, is dat we ontdekken dat die meester wel voor de klas kan staan en het kan vertellen, zoals bij Prinsen, in de leeskast van Prinsen. Maar dat het veel belangrijker is dat kinderen het zelf doen. En die zelfwerkzaamheid die ontstaat ergens in de jaren 10, 20. En het leesplankje is daar een heel mooi voorbeeld van. Kinderen moeten zelf de lettertjes leggen, zelf woordjes maken. En in die onderste regel kan je zelfs woordjes maken waar geen plaatjes van zijn. Je eigen woordjes. Dat is het nieuwe van het leesplankje. Nou, Hogeveen is dus de man die dit als eerste bedacht heeft. We weten dat hij op de PABO heeft gezeten, op de kweekschool in Deventer, in de gidsen die terugkijken van wie is daar allemaal meester en leraar en kwekeling geweest.
zie je dat Hogeveen in het tweede rijtje, de kweekschool is in 1876 gesticht. In 1877 is hij een van de leerlingen die op de kweekschool in Deventer zit. En het leuke is dat hij van oorsprong uit Friesland komt. Dat hij in Deventer naar de kweekschool gaat. Dus de kweekschool was echt ook een school waar veel kwekelingen uit met name het noorden van het land kwamen. Dus niet alleen uit de stad. En het leuke is dat hij ook in Deventer als onderwijzer aan het werk gegaan is. Sterker aan de kweekschool gekoppelde Rijksleerschool. We weten dat hij daar onderwijzer is geworden. Nou, hij wordt benoemd als hoofd van een school in Stiens. Dat ligt bij Leeuwarden. En hij komt daarna terug als hij in Deventer op de oude weeshuisschool directeur kan worden. Of hoofd van de school, zoals dat heette. In die tijd dat hij in Stiens werkt, doet hij iets heel moois. Hier zien we nog zo'n klassikale plank, zo'n leesplank. En het leuke is, die was er natuurlijk toen nog niet, maar Hogeveen bedenkt, pakt een oude schoolbord standaard. En wat doet hij daarmee? Daar timmert hij plankjes op. Daaronder hangt hij leitjes. En hij legt fysiek voorwerpen en platen op die plankjes en schrijft daar de lettertjes onder. Dat is eigenlijk een klassikale leesplank. Dus hij plaatst daar een raap, een ui, een ei. En hij schrijft daar de woordjes onder. Het is een heel mooi nieuw idee. Dat hij daar start, zeg maar. En het mooie is dat hij daar uiteraard de grondslag legt voor het leesplankje. Maar dit is nog de klassikale leesplaat. Als hij dan in Deventer komt, wordt hij directeur op deze school. Wat nu de Hagepoortschool is. Maar die school is dan net nieuw gebouwd en hij wordt daar de directeur. En interessant is dat hij daar de opvolger is van Nanne Veenstra, die uitgever wordt bij Kluwer. En dat wordt een interessante, daar kom ik straks nog op terug. Hogeveen directeur. En hij denkt in die tijd, hij heeft zelf kinderen thuis die leren lezen. En hij bedenkt dat hij die klassikale leesplank die hij in Stiens had gemaakt, dat hij daar ook een individueel plankje van kan maken voor zijn eigen kinderen. Daarmee leert hij zijn eigen kind lezen. Maar komt op het idee, laat ik dat eens voorleggen aan een uitgever in Deventer. En dat is uitgeverij Brinkgeven in de Nieuwstraat. We zien hier het winkeltje van Brinkgeven in de Nieuwstraat. En hij raakt in gesprek en die uitgever ziet er wel wat in. En die maakt een eerste leesplankje, de voorloper zeg maar, van het Aapnoot Mies. In Deventer. Ik heb ooit op de kop getikt zo'n doosje met uitgeverij Brinkgeven Deventer met voor de lettertjes van het leesplankje. Het leesplankje zelf is heel erg zeldzaam. Die vind je eigenlijk alleen maar in een aantal musea nog terug. Nou, het leuke van dit leesplankje is, het is tweeregelig en hij maakt een aantal ongelooflijke fouten. Want hij vergeet een letter. De U staat niet in het rijtje. Er is geen woord met een U. Verder is interessant te melden dat Hogeveen de O van hok en schop, de O en de O, ziet hij als twee verschillende letters. Twee verschillende klanken, waar hij dus ook een woordje mee brengt. En tot slot heeft hij een lastige keuze, de E, die is namelijk in het woordje deur niet klankzuiver, luistert u maar. Heu in heus is anders dan de e in deur. Dus het is niet een goed woord om kinderen de e te leren. Want de e hoort van heus of neus en niet van deur. Want die r maakt, die noemen we eigenlijk in de didactiek een fopletter. Die fopt je eigenlijk omdat de klank die daarvoor staat verkleurt, zeg maar. Nou, een aantal fouten. Dus wat doet hij? Ik maak het jaar daarop, en dat is net maar een paar maanden later, komt er een verbeterde versie van dat plankje. En dan zie je dat hij wel een U heeft, wel de goede E. En wat ik wel een mooie vondst vind, is dat hij het woord gat helemaal rechtsboven plaatst.
En hij adviseert, laat een timmerman daar een gat ook letterlijk in het plankje boren. Want dan kun je hem aan een spijkertje aan de zijkant van je schoolbankje ophangen. Dus de kinderen hadden hun, voor hun zelfwerkzaamheid het leesplankje eigenlijk bij de hand. Naast hen aan het school aan hun bankje hangen. Nou, dit plankje, dat ziet er alweer wat beter uit. We zien ook dat het drieregelig is, hè, want er komt een woord bij voor die U. En het leuke is dat dit eigenlijk, we zien er echt een leesplankje in. Zo denken we, moet een leesplankje eruit zien. Aapnoot Mies, maar dan een andere versie, een voorganger. Nou, is dit nu een succes? Nee. Het plankje met een gat, daar zijn maar een paar tientallen, misschien een paar honderd scholen in geïnteresseerd. Het loopt niet. En Brinkgeven besluit in 1900 zo ongeveer dat hele verhaal van Hogeveen te verkopen aan Wolters in Groningen. Die gaan er gelukkig wel mee door. Daar waar nog op de achterkant een plakplaatje zit van Brinkgeven Deventer, daar plakken ze gewoon overheen Wolters Groningen. Maar daar komt het loopt gewoon niet heel erg en er wordt ook nog wel wat aan gepuzzeld. Er is sprake van een derde, een vierde, zelfs een vijfde plankje met het gat. Waarbij we de twee die ik hier heb zien, zitten in de bovenste regel, zie je dat het woordje neef en Rick andere plaatjes hebben. Dat is voor de echte verzamelaar, willen die natuurlijk beide versies hebben. Er is wel wat aan gepuzzeld, zeg maar. Nou, ik neem u mee naar diezelfde school, want hoe verrassend is het dat daar een onderwijzer met de naam Kolenbrander werkzaam is, die ook wel geïnteresseerd is in het leren lezen van kinderen. En het leuke is dat hij, we weten dat hij niet op de kweekschool heeft gezeten. Hij heeft het vak dus, dat kon in die tijd nog heel, heel duidelijk, ook bij een hoofdonderwijzer geleerd in de stad. Dus je ging gewoon als kwekeling, zeg maar als stagiaire, werken op een school. Je werd eerst hulp en dan mocht je eens een lesje geven. En uiteindelijk leerde je zo in de praktijk het vak. En ging je niet naar de kweekschool. Die kweekschool is van, ja, dat alle mensen naar de kweekschool gingen, is van later datum. Dus je kon en het vak leren op de kweekschool, maar ook in de praktijk zelf. Kolenbrander en Hogeveen hebben dus niet bij elkaar op school of in de klas gezeten. Maar ze zullen elkaar wel gekend hebben, want hij was natuurlijk, Hogeveen was ook onderwijzer op de Rijkskweekschool en die onderwijzers in Deventer kenden elkaar natuurlijk wel. En Kolenbrander werkte vanaf 1891 op de Weeshuisschool en ik vertelde al, de Weeshuisschool wordt school H en krijgt een nieuwbouw in 1894, de huidige Hagepoortschool. Nou, het interessante is dat die Kolenbrander ook leesmateriaal ontwikkeld. Niet bij Brinkgeven in Deventer, maar bij Tieme in Zutphen. En we weten dat hij al in 1894, dus in het jaar dat hij Hogeveen als directeur krijgt op zijn school, bij Tieme materiaal ontwikkelt. Leesboekjes, de kleine lezer. We zien dat hij een handleiding schrijft. We zien dat er wandplaten komen, dus ook die aanschouwelijkheid die nodig is in de didactiek, daar biedt Kolenbrander materiaal bij. En wat ik interessant vind, is dat hij in die handleiding zegt, hoe leuk is het om een timmerman te vragen om eens wat legplankjes te maken, zodat kinderen ook zelf woordjes kunnen leggen. Nou, dat is een suggestie in de handleiding. Dat wil nog niet zeggen dat Tieme dat dus op die mand in 1894 ook zelf al uitgeeft. Dus Kolenbrander zou de eerste zijn met leesplankjes, maar hij geeft hier alleen nog de suggestie. En legplankjes waren er natuurlijk al veel eerder. Dat hebben we kunnen zien bij Prinsen die al in 1817, geloof ik, met dat eerste die legplankjes experimenteerden. Het interessante is dat Kolenbrander daarna, 3 jaar later, een nieuwe methode ook bij Tieme uitgeeft. De nieuwe leermiddelen. En daar heeft hij ook een letterdoosje en een letter- of legplankje en letterkaartjes. En dat is in het jaar dat Hogeveen dus bij Brinkgeven zijn eerste plankje maakt. Dus in hetzelfde jaar maakt
Tieme ook legplankjes. Ik schrok toen, want ik had altijd geweten dat het leesplankje een Deventer uitvinding was. Het zou toch niet waar zijn dat dat uitgegeven werd in Zutphen en dat het een Zutphense uitvinding zou zijn. Maar ik heb in ieder geval gelukkig in de archieven van Tieme in Zutphen terug kunnen lezen dat er in een kasboek staat dat er een bestelling is gedaan bij de Deventer stoomzagerij Stoffels voor 505 plankjes. En hoe mooi is het dat dat Zutphense, als het al een Zutphense plankje zou zijn, dat dat dan toch gewoon in Deventer gezaagd is. Nou, heel erg aardig. Het zijn legplankjes waar Kolenbrander het over heeft. En die legplankjes zijn toch anders dan leesplankjes, omdat we de plaatjes er niet bij hebben van de woordjes. Dus misschien gaat het ook om een soort definitie, hè, van is een leesplankje, wat is dat dan? Nou, dat is toch echt iets waar je lettertjes legt, maar waarbij er wel ook een plaatje is van het woordje dat kinderen moeten leren. En dat was bij Kolenbrander dus in 1897 nog niet. Nou, het interessante is dat Kolenbrander twee keer iets uitgegeven bij Tieme. 3 jaar later stapt hij over naar Kluwer in Deventer en geeft hij daar weer opnieuw leesmateriaal uit. Was dat nou niet succesvol, dat materiaal bij Tieme? Ik waag het eigenlijk te betwijfelen, omdat het tot in de jaren 50 te koop was bij Tieme. Ze hadden daar een voorraad en dat bleef lekker verkocht worden. Niet in geweldige aantallen, maar het is toch gewoon nog wel zo'n 30, 40, 50 jaar is het te koop geweest voor scholen. Nou, bij Kluwer geeft Kolenbrander deze plaat uit en dan zie je echt wel dat het gaat lijken op een leesplankje, ware het niet dat dit van karton is. En ware het niet dat dit ook een klassikale plaat is. En het interessante vind ik wel dat Kolenbrander de woordjes afbeeldt, maar ook de woordjes in de context plaats van een soort vertelplaat die ook gegeven wordt. En we weten nog, de mooie vertelplaat van Hogeveen, die is er pas veel later bijgekomen. Dus Kolenbrander is absoluut de eerste die de woordjes in de context van een vertelplaat vertelt, laat zien. Nou, die kartonnen plaat, die deed het niet zo goed in de praktijk. Want ja, karton, kinderen, je snapt, ze gaan eraan pulken, dus dat werd niet echt snel, zag het er minder mooi uit. Dus Kluwer besluit, laten we daar een plankje van maken. En we zien hier het leesplankje van Kolenbrander uitgegeven bij Kluwer. Inmiddels is het plankje van Hogeveen natuurlijk al lang uitgegeven door Wolters, hè, maar in Deventer ontstaat dus dat plankje dat ik hier ook fysiek heb. In mijn eigen verzameling heb ik een Kolenbrander plankje ooit op de boekenmarkt gevonden. En we zien aan de achterkant die plaat. Dus kinderen hadden ook de plaat waar de woordjes op stonden, hadden ze bij de hand op de achterkant. Nou, heel leuk om te laten zien. Die aanschouwelijkheid waar Kolenbrander echt voorloper is, de vraag is, heeft hij dat dan zelf bedacht, die plaat? En het leuke is, hij is onderwijzer op de Weeshuisschool. Hij heeft ook geoefend, zou je kunnen zeggen, op de Stadsbewaarschool in de Hagensteeg. Dat is zo ongeveer dwars op de straat waar nu de school van de Hagenpoortschool nog staat. Hè, die school is nu afgebroken, maar dat was gewoon op 50 meter lopen, zou je kunnen zeggen. Daar was de Stadsbewaarschool. En die school H, daar was een onderwijzer, meneer Jansen, die al in de 19e eeuw een prachtige vertelplaat met letters en gaf voor het leren lezen. Er is een onooglijke versie van in het museum, maar ze hebben er gelukkig ook nog een tweede van en die is veel mooier te zien. En daar zie je zeg maar die hele plaat. Je moet je voorstellen dat de schoolplaten waren amper uitgevonden, hè? Als een leraar vertelde over de ontploffing van de vulkaan, de Krakatau, dan moest je dat maar bedenken, jezelf voorstellen hoe dat eruit zag, want er was nog geen schoolplaat. Nou, in 1872 waren er al prachtige vertelplaten die in Deventer gemaakt werden voor het leren lezen. Prachtig. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat een hele mooie
vorm vindt. Want kijk eens, als je goed op die plaat kijkt, dan zie je gewoon ook de Deventer Toren ertussen staan. Dus meneer Jansen had ook die warme gevoelens die wij voor de stad hebben, heeft hij echt ook gehad en verbeeld of laten verbeelden op zo'n mooie vertelplaat. Ik denk dat Kolenbrander, dat is mijn hypothese, dat Kolenbrander die aanschouwelijke vertelplaat gewoon niet zelf bedacht heeft, maar gewoon overgenomen heeft van wat ik daar gezien heb bij mijn collega op de Stadsbewaarschool. Die plaat, die was er al 30 jaar, maar dat heb ik zeker gebruikt om zelf ook te gebruiken. Oké, nou, Pijs en Freed, twee onderwijzers van dezelfde school die bij verschillende Deventer uitgevers leesplankjes. Nou, dat moet toch kunnen, zou je zeggen. Nee, dat gaat ook goed, totdat in 1913 meneer Verburg een boek over de didactiek van het leren lezen schrijft. En die stelt zichzelf de vraag bij het schrijven, ja, maar wie heeft dat leesplankje nou bedacht? En dan wordt het leuk. Want hij gaat die twee onderwijzers, die inmiddels al geen collega's meer zijn, met elkaar, daar gaat hij een briefwisseling over mee uit. En we zien hier een paar mooie uitspraken. Die brieven die zijn bewaard gebleven in het archief van het Onderwijsmuseum dat nu in Dordrecht is. Ik mocht daar smullen een dag. Ik heb al die brieven gelezen, ik heb er gefotografeerd. En het is echt prachtig te lezen hoe 100 jaar geleden twee Deventer onderwijzers met elkaar via briefwisseling ruzie met elkaar maken. Kolenbrander zegt over Hogeveen, nou, dat plankje, dat is een onooglijk allerslordigst afgewerkt ding. Dan bedoelt hij dat eerste plankje met die foute, waarin Hogeveen ook het woordje vergat. En Hogeveen zegt, nou, ik heb C. Kolenbrander te kennen gegeven dat ik zijn eerste uitgave uit 1897 plagiaat achtte. En dat weet hij ook heel goed. Maar ik achtte de uitgave toen een soort onnozelheid, gelijk ze ook is gebleken. Nou, het is... inmiddels is Hogeveen ook directeur van een kweekschool geworden. Zijn taal is ook wat bombastischer in zijn brieven, dat kun je wel lezen. En Hogeveen zegt nog, Kolenbranders plankjes zijn probeersels, namaaksels en vonden geen voldoende aftrek. Dat deden zijn plankjes ook niet, maar pas doordat bij Wolters in Groningen Scheepstra, Lichthart en Jetsus er zich mee tegenaan bemoeiden, is het heel populair geworden. En Hogeveen, geef maar even duidelijk aan, ik ben de vader van het leesplankje. Nou, in die briefwisselingen gaan ze verder. Een plagiërende concurrent, een kip zonder kop, een duitenpletter. Letterlijke woorden uit de briefwisselingen van deze twee prachtige Deventer onderwijzers. En het escaleert nog erger als Verburg, die dat boek schrijft, per ongeluk Kolenbrander een brief stuurt waar Hogeveen al zijn commentaar in de zijlijn heeft geschreven. Nou, dan ontploft Kolenbrander. Mijn schrijven ontving ik terug met mooie kantschriften. Ik wil hopen dat die niet van den heer H. zijn, anders zou ik H. niet meer kunnen houden voor degene waarvoor ik hem steeds gehouden heb. De degelijke, welopgevoede, die zaken van personen kan onderscheiden. Nou, leuk om te lezen, na 100 jaar. Verburg spreekt zich uiteindelijk wel uit. En hij zegt, die twee op diezelfde school, het kan niet anders dat ze elkaar wederzijds beïnvloed hebben. Maar Hogeveen is toch echt de vader van het leesplankje. Hij heeft eerst die klassikale plaat met die raap en die ei en die ui op die planken. Die klassikale plaat, dat is echt zijn idee en hij is daarmee naar Brinkgever gegaan om daar een individueel leesplankje van te maken. En daar heeft hij al meteen ook de afbeeldingen bij de woordjes erbij. Dat idee is echt van Hogeveen en de legplankjes van Kolenbrander zonder de afbeeldingen van de woordjes erbij, dat is dan niet wat we nu zeggen, dat is een leesplankje. Hoewel die aanschouwelijkheid ook bij Kolenbrander te vinden is, juist door die vertelplaten. Kolenbrander is in 1894 al wel bekend met het werken met letterkaartjes, letterdoosjes en letterplankjes om zelfstandigheid te stimuleren. Als je didactisch kijkt naar de twee mannen, is Kolenbrander moderner dan Hogeveen. Hij staat in de handleiding van Hogeveen staat letterlijk dat je met een staf in de klas als meester
het ritme aan moet geven waarin kinderen de woorden moeten leren. Dat is een soort ijzeren discipline, terwijl Kolenbrander kinderen met legplankjes zelfstandig laat exploreren en zelf woordjes laat bedenken. Nou, dat is heel interessant. Kolenbrander is dus al bekend met die aanschouwelijkheid, die wandplaten. Maar het is waar dat Hogeveen eigenlijk de eerste is, maar dat is dan op maanden na, dat hij het eerste leesplankje, zoals wij nu een leesplankje zien, op de markt brengt. Hogeveen is het ongelukkig met de conclusie van Verburg en verwijt hem incompetentie en stelt dat Kolenbrander hem gewoon te leep af is geweest. Mijn idee is, uiteindelijk is het Aap Noot Mies natuurlijk succesvol geweest en Kolenbranders materiaal bij Tieme zowel als bij Kluwer, ja, heeft het eigenlijk op de markt nooit echt gemaakt. Met dit in mijn achterhoofd was er vorig jaar in Deventer bij Open Monumentendag, ook in coronatijd, had ik het idee ingebracht van, nou, als jullie met Open Monumentendag nog eens wat leuks willen, misschien is het leuk om een Deventer leesplankje te maken, maar dan voor het dialect. En hoe kwam ik daarop? Dat kwam ik door het feit dat ik in mijn interesse voor leesplankjes ontdekte, nou ja, dat er een Zeeuws plankje is, dat er een Tilburgs plankje is, dat er een Maastrichts plankje is. Sterker, er zijn zelfs twee Maastrichter plankjes, want we hebben over ruzie gesproken. Er zijn dus twee auteursgroepen in Maastricht geweest die vinden dat je dat Maastricht toch anders moet benaderen. Dus deze en deze, die zijn anders. Dus dat is het leuk. En ik dacht toen van, ik wil eigenlijk wel zo'n leesplankje, maar dan echt met het Deventers dialect. En dan heb je het eigenlijk niet zozeer over een leesplankje, want het gaat er niet om dat kinderen leren lezen in het dialect, maar het gaat erom dat kinderen de klankkleur van het dialect kunnen bedenken. En zo ben ik aan dat leesplankje in het Deventers dialect gekomen. We zien echt dat het er letterlijk uitziet als een plankje van Hogeveen en Kolenbrander. Je bedenkt dan een aantal woorden waarbij alle klanken van het Deventers dialect in ieder geval verwoord moeten worden. Want ik wil niet diezelfde fout maken die Hogeveen 100 jaar eerder al maakte, dat hij een letter of een klank vergat. Dus we zijn echt heel goed gaan kijken naar welke klanken zijn er in het Deventers dialect. En hoe krijg je al die klanken in woorden die ook voor kinderen juist betekenis hebben. Dus hoe mooi is het dat je het woord Deventer, jongens, marktkrome en voor intimie, Beb Spaar is vereeuwigd als vrouwen. Nou, het leuke is dat Deventer verhaal aangaf, Open Monumentendag, we mogen geen monumenten bezoeken. We hebben wel budget, laten we die plankjes maken. Dus ik ben bij een houtzagerij in Harfsen op zoek gegaan, kunnen jullie van die plankjes aanleveren? Hans Stemfer heeft voor mij prachtige tekeningen gemaakt. En ik ben aan de slag gegaan met hoe krijg ik woorden waarin alle klanken te vinden zijn. En daar ben ik in geslaagd met deze woorden op het klankenplankje. 15 woorden, 45 klanken, herkenbare Deventer afbeeldingen, illustraties van Hans en letterkaartjes in een blikje. Zodat kinderen ook letterlijk die zelfwerkzaamheid aan de dag kunnen leggen die nodig is om zelf woordjes te leggen. En zo, dat was mijn hoop en mijn idee, dat we het Deventers dialect nog een beetje onder de aandacht van kinderen kunnen brengen. Het materiaal is uitgegeven, maar ik had wel het probleem van hoe schrijf je dat nou allemaal op in het dialect? Hè? Hoe, de klanken van het Deventers dialect, hoe schrijf je dat? En je kunt je voorstellen dat als je zegt het Iloele Fietsnelle Erlied, nou, probeer dat maar eens gewoon in Nederlands op papier te krijgen, of in dialect op papier te krijgen. Dat is ook best lastig. Neem alleen al het woord Deventer in het dialect. Hoe schrijf je dat eigenlijk? Dit vind je gewoon overal
als je gaat zoeken, en zeker bij Eagle supporters, die hebben wel t-shirts en vlaggen waar dit soort woorden op staan. Hè? Deventer is, er zijn misschien zelfs wel mensen met tattoos die het woord Deventer als dialect ergens hebben staan. Maar hoe schrijf je nou het woord Deventer? Het interessante is dat we eigenlijk geen wettelijke spelling van het Deventers dialect hebben. Dus je mag het eigenlijk schrijven zoals je denkt dat jij het zou moeten schrijven. En dat is wel bijzonder, want het Nederlands schrijven, dat is echt bij wet geregeld. Hè, als je als onderwijzer een DT-fout maakt, dan ben je eigenlijk wettelijk in overtreding. Het leuke is dat we dat in Deventer niet hebben, maar dat je wel mensen, er zijn wel mensen geweest die er verstand van hebben over wat is dan handig om, om wat regels te stellen over hoe je het Deventers kunt schrijven. Wel zo dat het ook makkelijk te lezen is. Die mensen hebben zich in 1984 al bezig gehouden, die werkgroep, met een handleiding voor het schrijven van het dialect van Deventer en omstreken. En je zou kunnen zeggen dat daar in ieder geval twee basisregels uit voortvloeien. Dat is dat het voor het lezen van dialect het makkelijkst is om het zo veel mogelijk te schrijven, zo dicht mogelijk aan tegen het Nederlands. Dus niet zozeer fonetisch schrijven. Dus blijf dicht bij het Nederlands. En probeer zo consequent mogelijk te zijn. Want en dat is best wel lastig soms om de discussie aan te gaan van is het nou, moet je het woord nou zo schrijven of zo schrijven. Uiteindelijk zijn twee leden van die werkgroep die er in 1984 al mee aan de slag gingen, Gerrit en Henk van Balen, die me daarbij geholpen hebben. Gerrit met name heeft me, ik denk wel 10 keer teksten geredigeerd. En elke keer kwam hij weer met een tip. Ik zou het toch zo schrijven als ik jou was. En daar ben ik hem heel erkentelijk voor en Henk natuurlijk ook. En het leuke is dat ik in het klankenplankje de klanken dus benoemd heb in een aantal woorden die echt typisch Deventer zijn, maar de woorden ook gebruikt heb om een verhaal te schrijven. Naar de stad. En het leuke is dat dat verhaal zowel in een Nederlandse versie staat, zodat kinderen het gewoon in het Nederlands kunnen lezen, als in het dialect. En als ze even een woord of een zinsnede niet helemaal snappen, kunnen ze kijken wat het eigenlijk in het Nederlands betekent. En je ziet dat de woorden, in dit geval Deventer, ook in het boekje terug te vinden zijn. Nou, een plankje om zelf woordjes in het dialect te schrijven. En een boekje om de klankkleur van het Deventers te gebruiken. Nou, dat is heel mooi educatief materiaal. En het leuke is dat ik daar nog een lesbrief bij gemaakt heb, waar twee Deventer onderwijzers me ook bij geholpen hebben. Arnon, onze eigen bestuurslid, heeft me daarbij geholpen. En Pascal Vliegen, dat was de directeur van de Hagepoortschool, die natuurlijk extra interesse had in dit in ook dit plankje dat eigenlijk een geschiedenis heeft die teruggaat op de geschiedenis van zijn eigen school. Dus er is ook een lesbrief en alle scholen in Deventer in de gemeente hebben zo'n lesbrief gekregen. Ik heb wel wat opmerkingen gehad. Uit Badmen vonden ze toch echt dat het Badmens dialect toch wel anders was dan het Deventers dialect. Maar ik ben toch al met al heel blij met wat er van gemaakt is. Nou, en het leuke is dat Henk van Balen, ons eigen voorzitter, het boekje dat ik heb geschreven, Noorderstad, dat alle kinderen, of dat de scholen ook gekregen hebben, dat Henk dat heeft voorgelezen. U zult hierna Henk het verhaaltje in het dialect horen voorlezen. Noorderstad. Kim en Sanne binden tweeling van 10 jaar oud. Ze ziet met mekaar in de klasse en hebt met Pinkster een vrie. Meester Jaap, hun onderwijzer op scholen, vertelt dat ze dinsdags na Pinksteren les zullen krijgen over het Deventer van vroeger.
En misschien zullen ze in die werken met elkaar ook nog naar de Worgen gaan, naar het museum in de stad. Toen Kim dat thuis vertelde, zei moor, weet u waarover ik prakkezeer? Het is mijn Pinksterzaterdag. Opo is thuis, dan gaan we met elkaar smens met de bussen naar de stad. Liekt u dat wat? Wie komt er zel? Wie kunt dan van alles bekijken? Olde huizen, mooie kerken, smalle straten, de olde giften en natuurlijk de Isselt. En dan kunt jullie te mee op scholen vertellen waar je alles in hebt. In de olde binnenstad ligt de vergangen tijd op straten. Vaar luisterde mee en kwam de bistoon. Ik heb net een nieuwe app op mijn mobieltje, zei je toen. Daarmee kun je door de stad kuieren en dan vertelt ze hoe meteen waar je zit. Toen keek hij om zich heen. Heb jullie mijn mobieltje misschien gezien? Dan zag ik hoe die Apple is laten zien. Op de banken zat Opo ook mee te luisteren. Ze woont bij Sanne en Kim in huis. Ze is de moor van Va en al 83 jaar oud, maar ze is nog best bij de pinken. Voei toch, voet het Opo dan tegen Va. Ik kijk er geen om hoe hen. Ik kijk weer eens met uw broodogen, zoals je vroeger ook altijd deed. Dat ding ligt gewoon voor u op tafel. Sanne begint te ginniken. Opo prut soms net tegen Va, alsof Va nog een jungsken is. Va kijkt naar zijn moor, maar zegt niks. Dan pakt hij zijn mobiel van tafel. Kijk, zegt hij dan, dit is die app. Die kun je wel gebruiken als je men naar de stad gaat. De volgende man zit ze met zijn vieven vroeg in de keuken aan tafel. Opo heeft een paar eieren bakken voor Va en Mo en voor de kinderen een snee stoeten met kezenkleur gemaakt. Zelf neemt ze een suikerboterham. Dat doet ze altijd. Opo streurt dan de suiker over een fleksje roggebrood en schudt die dan weer naar boven het bultje met suiker uit. Dan blijft er net genoeg suiker aan de botten plakken voor een lekkere, zeurte sneebrood. Opo lukt moeilijk. Ze heeft wat kromme benen. Moekenpoten heeft Va haar benen wel eens genoemd. Maar Sanne en Kim vindt dat een raar woord. En niet leef voor Opo als Va dat zegt. Als Kim Opo vroeg of ze mee wil, antwoordt dissend: ik hoor er niet mee. Ik ken de stad als mijn broekzak. Ach, wat nurlie nu, antwoordt Va met een komisch gezichtje. Je hebt al wel 50 jaar geen broek aan gehad. Ik ken u alleen nog met uw jurk aan. Even later stort Kim en Sanne met Va en Mo bij de bushalte. De bussen moet uit Batten komen en zal ze naar het station van Deventer brengen. Al schijnt de zonne al vroeg, Sanne heeft het koud. Ze is een echte koudviestert. Dat was al zo op de spulscholen. Je hebt de kolde in de botten, heeft Va vaak gezegd. Kim vindt Sanne durmen soms een kwakert. Maar wat kan ze daar nu aan doen? Ze trekt haar trui aan, maar eerst achterstevoren. Kim zit het en geeft Sanne een zetje. Pas maar op dat hij hem ook niet binnenste buiten aantrekt. Daar kan Sanne dan wel weer om lachen. Vaak kijk op zijn horloge en zeg, hij moet nu met gemak komen. Maar net als ze dat zeg heeft, draait de bussen de straten in. Als ze in de stad bindt en de bussen wegrit, zit de kinderen aan pad van elkaar. Sanne zit mooi bij het raam, lekker in de zonne. Ze warmt weer wat op. Haar voeten komt weer wat bij bloot. En Kim zit met Va op de achterbanken en kijkt naar buiten. In de geften zit ze een pielente. Die vleur op achter een andere ente aan. Het gekwaak van de enten kan je binnen in de bussen horen. Het wordt voorjaar, zegt Va dan. Dat kun je wel zien en horen aan de enten. Kim schudt in de lach. Ze weet precies wat Va bedoelt. Als ze uit de stad bindt, loopt ze met zijn vieren door de Keizerstraten de stad in. Kim keek naar boven. Daar bindt die grote olde huizen. Wacht maar, zegt Moor, u zult het te mee nog vele oldere huizen zien.
Op de stoepen komt er een kerel ze van de andere kanten in tegen. Ze moet met z'n vieren even achter mekaar lopen. Die kerel loopt met z'n fietsen in de geurten. Z'n fietsen heffen een sokkenband en rammelt op de koersen. Aan een van de huizen wappert een grote rode vlagge. Die is van Turkije. Dat heeft Selma, een vriendinnetje van Kim en Sanne, wel eens verteld. Dan rupt Kim in ens hart: wie is de koning van Wieën? En het is net alsof ze langs de hoge muren van de huizen de echo hoort: Ije, Ije. Moor schudt in de lach en roept dan: wie poetst zijn schoon met spieën? Dan hoort ze weer: Ije, Ije, Ije. Op de hoek van de Brink en de Korte Bissumstraten stond een draaimuller. Opoe heeft wel eens verteld dat ze die vroeger een centsdraaimuller noemde, zegt vader dan. Toen kon je er nog voor een cent in. Ze blief met z'n vieren even stond kieken. Er zit een klein kind in de draaimuller. Ach, mooi dat schurpje nu toch eens zien, zegt Moor. En ze wist nog het kleine merken van een jaar of drie. Wat een duddeken. Het merken glundert en kik alsof nou haar eigen moor. Dan zegt va, mooi kieken, Talamini is al lus. Nu is het echt vuur, ja. Zullen we onze tocht door de stad maar beginnen met een ijsje? Dan krijgen we daar dorst van en dan kunnen we dadelijk ook nog wat gaan drinken op een terrasje. Yes, roept Kim. Maak dan ene met chocola, dat vind ik allemeugend lekker. Ik wil de ene met nutten, zegt Sanne. En ie dan, vroeg va aan Moor. Ie wil zeker iets van de ijsbanen. Als ze hun ijsje op hebt, loopt ze samen over de brink. Sanne heeft een beetje slagroom op haar vinger en plug Kim. In en smeert ze het op de neuzen van Kim, die gilde duwt. Uitschrijen, zegt Moor dan, niet smeren met eten. Tenmee wordt Kim heller en kreeg weer ruzie. Dan mooi weer lippen en dan heb ik het schorp aan het drieten. Sanne stopt meteen, maar ze heeft wat slagroom op haar trui gekregen. Ik heb een vlekken in mijn trui, zegt Sanne dan. Los kieken, zegt Moor. Ach, het is niet vullen. Met een beetje nuchtere spieën kreeg dat zo fort. Bij de fontein stort wat mensen bij mekaar. Er is een man met een gitaar en ene met een treuter. Samen speelt ze aanvallige muziek. De man met de treuter heeft een machiste broek aan en die met die gitaar heeft een hoed op de kop. U kunt er wel bij gaan staan, zegt Moor dan tegen va. Kim keek haar Moor verorgend aan. Ze snapte niks van. Va en muziek maken? Ja, zegt Moor dan. Hoe va wel vroeger altijd trommelen in een beentje. Sanne schudt in de lach. Haha, va op de brink. Bij zo'n markt kromen en dan muziek maken. Ik zie het al helemaal voor me. Zal me schamen. Oh, zal u schamen, zegt va dan. Voor uw eigen va. Alleen nog omdat ik graag muziek maak. Misschien kan je er nog een paar cent bij verdienen, zegt Moor dan. Dan kunt de kinderen er wel bij gaan staan met een centenbak in. Sanne grinnikt weer en zegt dan: geld verdienen met dat trommelen van va? Wie wil daar nu geld aan kwiet? Ze sluit va op de arm en dan rent lachend weg. Haar va stuf achter haar aan. Ik zal u krieren, uw schaam voor uw va, ruppen nog. Maar Sanne kan hard lopen. Moor en Kim storten naar te kieken. Dan rupt Moor: Sanne, pas op met uw va. Je weet toch wel, je hebt een bot in het been. Te mee kan je zijn knieën weer horen knasteren. Ja, sorry, ik vind het zelf ook af en toe leuk. Bij een old huis midden op de brink scharrelt een geteling in de dakgeurten. Die heeft ook het vuurjaar in de kop, zegt Moor dan. Ze stit effen te luisteren naar het gekwinkeleer en getjetter van het veugeltje. Ik heb een futsken heur opziet, zegt Moor dan tegen Kim. Moor pakte spelde u het heur van Kim. Wacht, ik pak even mijn kemmeken en dan zak hoe die speelde weer goed door. Als Moor zo met Kims heur bezig is, zegt va, wat ben je aan het martelen?
Laat dat kind toch met rust. Maar Moor wil dat het haar van Kim goed zit. Kim kijkt naar het olle gebouw waar ze nu met z'n vieren vuur stort. Aan de vuurkanten is er een poort gemaakt met daarboven een balustrade. Aan de zijkanten leidt twee trappen naar boven toe. Boven op het dak is een torentje met een kluksken. Vaak kijk ik op zijn horloge. Die olde klokkendeur geeft de juiste tijd weer, zegt vaar dan. De tijd ligt hier wel stille te staan, maar die klokken loopt mooi gelieken. Is dit het museum? Vraagt Kim dan. Moor knikt. Ja, hier heb ze vuile spullen van vroeger. Schilderijen en olde blikken. En ook olde spul die ze in de grond gevonden hebt. Onze meester op school hebben zegt dat we daar ook naartoe gaat, met de hele klasse. En een vrouw gaat ons daar wat vertellen. Kan je eens even luisteren op uw mobiel wat ze in die app van u te vertellen hebt over de woorden, vraagt Moor dan aan vaar. Dan staat ze even met zijn vieren te luisteren naar de stemmen uit vaars mobiel. Die vertelt over vroeger, dat ze toen al het grij op de markt moesten laten wegen in de wagen. Niet veel later loopt ze met mekaar bij de Isselt. Een brommer maakt een bultlawaai als ze de bruggen oprit. Aan de Niesel, bij de Jodenworp, zit twee jongens op een bankje. Ze kijkt over het water uit en ze eet beide een snee stoeten. Een meeuwe zit van een afstand te kieken. Die wil ook wel een stukje. Ik heb ook honger, zegt Kim dan. Ach, je, antwoordt vaar dan, je hebt trek, geen honger. Honger heb je niet gekend. Dat heeft opoe ook altijd tegen mine zegt. In de oorlog, toen hadden de mensen honger. Daar geloof ik niks van, zegt Moor dan tegen vaar. Want uw moor woonde in die tijd op een boerderie ergens in Skalkbattum. Daar had ze altijd wat te eten. Vaar haalt zijn schouders op. Het is even stille. Gleuven door in de kerken. Ik zeg maar gewoon wat opoe altijd zegt. Ak leren, dan leer ik in commissie. Heb je wat te eten, Moor? Vraagt Kim dan. Ik heb honger, trek. Moor pakt haar tassen. Ik heb alleen nog een stukje kruidkoken meegenomen. Wil je dat hebben? Kim knikt en Sanne ook. Ze vindt derfde koken altijd heel lekker. Ik kreeg hem van die koken wel dos, zegt vaar dan. Smiecht, lacht Moor dan. Dat zei je ook al toen je een ijsje kocht. Weet hij wat die door moet? Gewoon naar Jantje van der Horst. Die heeft een huntje en die pist u zo in het muntje. Kim en Sanne ginnikt om hun Moor. Ze heeft altijd zulke leuke zegswiezen in de Derventers. Maar als kon dat tegen Moor zeg, antwoordt Moor. Mijn juffrouw op school zei vroeger vaker dat ik slodderig praatte. Nu neem je dat museum Derventers. Ja. Moor pakt vaar bij zijn arm. En vaar slut zijn arm een muur hen. Samen kijkt ze even uit over de rivier. Mooi en Moor, zegt vaar dan. Ja, antwoordt Moor dan, het alabastens mooi die Isselt. En weet hij, het Derventer zonder Isselt is als een pompen zonder water. Vaak ik zwierend naar zijn vrouwen en geef haar een knipoogje. Ja. Ze loopt weer wat verder, onder de bruggendeur en komt u door het pothoofd. Daar staat een groot beeld van een visman. Hij kijkt uit over de Isselt. Vroeger zei ik wel eens tegen mijn vriendje Dickie dat een vissenkop had, zei vaar dan. Dat was een grapje, maar dissend hier? Moor schudt haar hoofd en keek hellig naar vaar. Dat zeg je toch niet waar de kinder bij bindt? Zo leert ze van hoe niet je schim worden. Dat wil ik niet hebben. Vaar keek naar Moor. Dan zeg ik tegen Kim en Sanne, u hoort het van uw Moor. Ik wil het niet hebben dat je de ene u scheldt voor vissenkop. Dan draait vaar zich umme en wist nog het beeld en lacht. Maar Dendendeur heeft toch echt een vissenkop. Dan kreeg Moor een glans over haar gezichten. Pas hier maar op,
anders zag hoe een Abba Dabba's verkopen. Dan zegt Sanne, kijk, de Gunter. Aan de overkanten van Issel, boven de landerieën met kooien en naast de zagemullen, bin pikzwarte wolken te zien. Foei, wat een schoer, zegt vaar dan. Wie kreeg er mee een flinke buie op de petten, als hij weer niet uitkijkt? En als ze dat zegt, zit in de vette lichten. Weet nog aankijken, vraagt vaar dan aan Moor. Wie moet maar stoppen met onze wandeling. Die maken we een andere keer wel af, zegt Moor dan. Laat u maar gaan kijken of u ergens binnen wat te drinken krijgen kunt. Vaar knikt. Ja, laat ik dat maar doen. Ik zeg het niet vaker, maar ik heb het dorst. Moor zucht. Dan zegt ze tegen Kim en Sanne. Hoe vaar heb dorst en wie heb geen zin in een nat pak. Even later rent ze bij Bussing op de Brink de winkel in. De eerste druppels heb ze nog net op de kuizen kregen. Ze hoort de winkelbellen rinkelen en als Kim en Sanne naar binnen gaat, kijkt ze hun ogen uit. Wat een oude winkel is dit. Hier kijk, daar wordt een kruidkoker kopen, zegt Moor. Ik neem me dadelijk wel een koker voor opoe mee. Als ze samen aan een tafeltje zit, zegt Va, die koker maken ze hier 700 jaar geleden ook al. Is die koker zo oud? Vraagt Kim dan. Ach, laat het toch neer door hoe vaar in de voeken hem. Laat de kerel toch nul. Er is ook nu nog een fabriek waar ze nieuwe koken maakt. Vaar en Moor neemt een kopje koffie. Kim en Sanne krijgt een glaasje prik. Neemt jullie bulkwater? Vraagt vaar dan. Kim giechelt en Sanne kijkt naar vaar. Bulkwater? Wat is dat dan? Nou, dat is wat jullie voorhoe hebt. Pas maar op. Daar gooit er mee van bulken. En denk eraan dat het lood. Ik wil hier niet weggestuurd worden als jullie hier aan het bulken gooit. Sanne moet zo lachen dat de prikkellimonade bijna door haar neuzen weer naar buiten komt. Als de buien overdreven is, gooit ze met z'n vieren weer met de bussen naar huis. Kim en Sanne wil opoe alles vertellen wat ze in de stad gezien en meegemaakt hebt. Kim is als eerste thuis. Ze loopt achter hem en trekt aan het tuiken om de deuren los te doen. Opoe, wie bent er weer? Rupt ze. Opoe is in de keuken. Ze zit aan tafel. Ik heb al veste eerpels geschild. Wie eet vandaag een stamppot door mekaar met een stukje vlees apart? Sanne en Kim gaan bij opoe aan tafel zitten. En Mo zegt, wie hebt toen nog een kruidkoker meegenomen? Opoe glundert. Dat is lekker, zegt ze verguld. Dank u wel. Wie moet de koffie? Dan krijg je er een stuk zijn koker bij. Mo schudt in de lach. Geef vaar maar geen koker. Hij heeft al vuste vuile koker gehad, zegt ze dan tegen opoe. Daar kreeg je alleen nog maar meer dus van. Maar de blaren lust misschien wel 2 stukjes koker. Vaar schudt in de lach. Mo, schijt toch eens uit. Je hebt me de hele dag al dwars gezeten. Maar ja, iedereen heeft in het leven iemand nodig die een plug. Dan geeft Mo een dikke smok en geeft naast Mo aan tafel zitten. Dames en heren thuis en de 2, 3, 4 bestuursleden die in deze zaal zitten van de Schalm. Ik denk dat we hebben genoten. A, mogen we natuurlijk super trots zijn dat het leesplankje ontworpen is, ontstaan is in onze stad Deventer, maar dat er ook een bestuurslid van onze historische vereniging in staat is gebleken om al dat onderzoek te doen. Hij heeft, overal is hij geweest om maar te kijken hoe zit het in elkaar. Hij heeft er een prachtig artikel in ons jaarboek over geschreven en hij heeft ons daar, dacht ik, zeer boeiend over verteld. Ik kan niet anders zeggen dat we onze bestuurslid René Berends heel hartelijk moeten danken voor zijn uitstekende lezing. En we zullen hem vast nog in de toekomst wel weer op nieuwe onderwerpen horen. Want als u weet wat hij allemaal verzamelt, daar kan hij al nog wel eens een keer een lezing over geven. Want daar is inderdaad in de Swaafkestraat waar hij woont een klein museum. Kortom, we hoeven niet stil te zitten. We wachten rustig af tot René ons weer opnieuw gaat verwennen. René, hartelijk dank voor deze boeiende lezing. Ja.